Goedemorgen, lieve Happy Bodies leden. Wij gaan vandaag rekken en strekken. Je mag zo komen zitten op je kussentje of een opgevouwen deken. En we gaan onze benen kruisen. Je zet je vingers achter je neer, maakt een lange rug. Schouders naar achter. Ik ben blij jullie allemaal weer te zien. Put je zijflanken op. Vanuit je oksels, alsof iemand je wilt optillen. Maak je. Achterkant van de rug is helemaal lang. Mocht je bij de muur in de buurt zitten, mag je ook tegen de muur gaan zitten. Is dit niet prettig voor je knieën, mag je op de stoel gaan zitten. Goed rechtop blijven zitten. Kruis je vingers in elkaar. Strek je armen naar voren. Strek je elleboog. Borst omhoog. Maak je langzaam lang. Strek je elleboog. Lang, lang, lang. Maak een lange lijn. Vanuit je heupen naar je polsen. Strek omhoog. Strek de ellebogen. Twee ellebogen gestrekt. Nog meer? Nog meer? Kijk eventjes naar de ellebogen. Zijn ze wel gestrekt? Strek. Laat je armen los. Strek je omhoog en armen langzaam naar beneden. Doen we dit nog een keer, maar dan wissel je van grip. Dus de vingers gaan één graadje verder. Strek naar voren. Nou, begin hier al met die ellebogen te strekken. Ellebogen naar elkaar, alsof er een magneet tussen zit. Maak je lang en kom langzaam omhoog. Strek, 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 strek. Strek. Doet dit heel erg pijn aan je schouders? Hou je ze wat wijder. Maar ik wil dat je armen gestrekt zijn. Elleboog gestrekt. Schouders. Maak je lang. 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 Nog een keer. Vingers in elkaar. Zit rechtop. Nou, kijk naar je handen. Blijf recht. Blijf recht. Elleboog gestrekt. Zijn ze nog gestrekt? Armen. Nu mag je een stapeltje boeken pakken, of een blok, of misschien dadelijk wel de stoel. Wat we gaan doen, kijk eerst even goed en gaan we het daarna met z'n allen doen, want anders lig je voorover en zie je mij niet meer. We gaan met de armen weer lang omhoog. Dan ga ik ver naar voren reiken, zo ver mogelijk. Zet ik mijn vingertoppen op de mat. Loop ik zo ver mogelijk naar voren, totdat mijn hoofd uiteindelijk op iets kan rusten. Dus het kan een stapel blokken zijn. Nog maar even de spullen waarvoor je denkt van dit is het voor mij. Of het kan natuurlijk ook een stoel zijn. Benen gekruist. Armen lang. Ga lang naar voren. En eventueel arm gekruist. Voorhoofd op de stoel. Maar wat ik wil, dat we een lange rug maken. Zijn we klaar voor? Een blokje, stapelblokjes voor je. Kruis goed je benen. Druk je handen op de vloer. Maak je lang. Armen op. Kijk even omhoog. Check even of je ellebogen echt gestrekt zijn. Kom ver naar voren. Ver naar voren. Ver naar voren. Loop met je vingertoppen naar voren. En uiteindelijk leg je je voorhoofd op je prop. Elleboog omhoog ontspannen. We blijven hier op tegen. We gaan rustig ademhalen. Blijf rustig ademhalen. Niet meer bewegen. Je voelt het in je liezen trekken. Je voelt het in je dijen trekken. Misschien wel in je rug. Rustig door blijven ademen. Het duurt altijd even voordat het lichaam gewend is. Als het gewend is, misschien kan je je prop een beetje lager doen. Dus dan gaan we iets meer naar beneden.
Hou nog heel even vol. Hoofd naar beneden. En volhouden. Twee keer diep in- en uitademen. En loop langzaam terug. Mogen jullie de benen wisselen, wat precies hetzelfde, maar het andere been voor. Nou, zit weer rechtop. Zet je vingertoppen op de vloer. Oksels omhoog. Navel in. Geen holle rug, rechte rug. Als je nou merkt dat het heel moeilijk is om hier rechtop te blijven zitten, ga je wat hoger zitten. Pak je nog meer kussens, nog meer dekens. Zit goed rechtop. Armen omhoog. Ver naar voren. Loop met je handen naar voren. En hoofd op het blokje. Of op de stoel. En blijf daar even. Rustig doorademen. Zit je op de stoel, doe je de oefening uit de stoel. Goed op het puntje zitten, lang maken en ver naar voren. En ontspan je hoofd. Ontspan je arm op de stoel. Rustig door blijven ademen. Ja, doe het weer vanuit de kussen. Blokje kan weg. Nog op de stoel blijven zitten. Je gaat weer op de grond zitten. Twee armen omhoog. Eén arm naar beneden. Bereik je arm op de vloer ver weg. Ga helemaal mee. Alsof je tussen twee deuren zit. Dus je komt niet naar voren. Je gaat ook niet naar achter. Je bent hier tussen twee deuren. En kijk omhoog. En kijk van je vingertop helemaal naar je rug. En nu kijk je naar de mat. En je rijdt nog. Maak je grote cirkel via de voorkant helemaal naar de zijkant. En strek weer. Kijk naar het plafond. Strek je arm, je heup. Maak je lang. En kijk naar de vloer. En een grote cirkel naar voren. En weer terug. Kijk eerst naar het plafond. Kijk nu naar de vloer. Grote cirkel naar voren, de andere kant. Strek je arm. Kijk naar het plafond. Kijk naar de vloer. Grote cirkel, blijf voor. Strek je armen naar voren, kijk naar voren. Kijk naar de kamer, kijk naar voren. Kijk hoog op de vingertopjes, alsof je twee appeltjes vast hebt. Kijk naar voren. De borst komt naar voren. Blijf naar mij kijken. Blijf naar mij kijken. Nu gaan we proberen de buitenkant van de armen naar beneden te draaien. Dus de buitenkant draaien naar beneden. Buitenkant oksels, buitenkant arm. En je loopt naar voren. En je loopt naar voren. Blijf omhoog kijken. Blijf omhoog kijken. Borst naar voren. En als het goed is, heeft iedereen een stoel. Die mag je nu pakken. Pak je stoel erbij. Zet je stoel voor je neer. Je mag plat op de vloer gaan zitten. Is het moeilijk om je rug recht te houden, ga je op een verhogingje zitten. Mogen kussens zijn, dekens, wat bij jou past. Vingert op de vloer. Maak jezelf lang. Een lange rechte lijn. Vanaf je stuitje naar beneden. Dan flex je voeten. Je tenen wijzen omhoog.
Ik druk mijn dijen in de vloer, mijn knieën in de vloer, mijn kuiten in de vloer en mijn hielen in de vloer. Mijn tenen wijzen omhoog. Blijf met je rechterrug, druk jezelf omhoog. Houd de kracht in je bovenlichaam, strek je arm. Strek je arm, flex je voeten. Strek je rug, maak je lang. Flex je voeten, dijen naar beneden, hielen naar beneden, teen omhoog. Druk die dijen naar beneden. Maak je helemaal lang en dan zet je je handen op de stoel neer. Maak jezelf lang. Kijk eens naar je voeten, wijzen de tenen nog recht omhoog. Ze moeten recht omhoog reiken. En je loopt een beetje naar voren, de rechter rug. Probeer voor je te kijken. En nog een beetje verder. Rechter rug. En nog een beetje verder. Rechter rug. Als je zegt, nou, ik kan niet meer verder, schuif je het stoeltje wat dichterbij. Eventueel nog met een kussentje. Armen boven op elkaar. En rust je hoofd op de rand van de stoel. Maar blijf je benen strekken. Blijf ze strekken. Denk je van, nou, ik kan nog een beetje verder. Probeer je de zijkant of een bovenkant, ik weet hoe je stoel eruit ziet, van de stoel. En dan probeer je verder te komen. Probeer je verder te komen. En dan leg je je hoofd op de rand van de stoel neer. Rustig doorademen. Kom langzaam. Zetten we de stoel richting de camera. We gaan rechtop staan. Voeten bij elkaar, armen gestrekt. Schouders naar achter, heupen recht. Handen gaan in de zij en ik doe mijn ellebogen naar achter. Duw ze naar achter. Maak ik een grote stap met rechts naar voren. Armen omhoog doen. Druk mijn voeten in de vloer. Druk mijn voeten in de vloer. Knieën zijn allebei gestrekt. Voorste knie en achterste knie. Dan maak ik me lang. Ik maak me lang. Ik maak me lang. En ik zet mijn handen op de leuning van de stoel. En ik maak me lang. Ik maak me lang. En ik maak me lang. Oké. Jullie blijven hier. Ik laat het even aan de zijkant zien. Zet één been naar voren, één been naar achter. Twee benen gestrekt, ellebogen waren naar achter. Armen omhoog. En ik ga lang naar voren. Ik schuif de stoel een beetje naar voren. En ik maak me lang. Voorste been is gestrekt. Ook mijn achterste been is gestrekt. Strek. Maak lang. Nu kijk je richting je handen. Blijf kijken. Nou, druk je handen naar beneden op de stoel. En weer de buitenkant van de armen naar beneden. Maak je lang. Maak je lang. Maak je lang. Blijf je lang. Maak een strekje achterste been. Hier op de vloer. Oké, zet je handen op de stoel neer. Voeten bij elkaar. Dan kom je rechtop staan. Een lange lijn. Oké, wisselbeen. Andere been voor. Ellebogen naar achter. Maak je lang. Armen naar voren. Naar rijk, 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 rijk. Maak je lang. Maak je lang. Maak je lang. Twee benen gestrekt. Voorste been en achterste been. Maak lang. Haal vol. Kijk naar je vingertoppen. Kijk naar je vingertoppen. Maak lang. Oké, handen weer terug. Hou je knieën gestrekt. En sluit ze. Nu we toch een stoel hebben, maken we een wijdspreid stand. Arm opzij. Arm opzij. Maak je dan.
Dan strek de benen. Strek, strek, strek. Lange lijn van je armen. Die armen gaan nu omhoog. En kijk omhoog. De benen blijven gestrekt. Je rijdt naar voren. Je rijdt naar voren. Je rijdt naar voren. De benen blijven gestrekt. Blijf in de camera kijken. En strek. Strek alsof je mij wilt aanraken. Strek je benen. Strek je benen. En kom weer omhoog. Doe het nog een keer. Zorg dat je voeten goed parallel staan. De buitenkanten van de voeten goed parallel. Maak je lang. Kijk omhoog. Rijd naar voren. Rijd naar voren. Rijd naar voren. Rijd naar voren. Dan blijf naar voren rennen. Zet je vingertoppen op de vloer. Blijf naar voren kijken. Is dit te hoog? Pak je je bulkjes. Of je stapel boeken. En je kijkt naar voren. Maar we hadden ook nog die stoel. Die kunnen we ook pakken. Doe mijn handen op de stoel. En misschien kan ik op de stoel wel mijn ellebogen doen. Een lange rug. Een lange rug. Zijn de knieën nog gestrekt? Proberen we iets lager te gaan. Probeer met je handen iets meer richting je voeten te lopen. Handen op de vloer. Buig je ellebogen. Voor degene die een blok hebben. Een blok onder je hoofd. Of een hele stapel kussens. Dus je kan of een blok onder je hoofd doen. Of we hadden een stoel. Met een kussentje eventueel. Benen zijn nog steeds gestrekt. Hoog op de stoel. En dan zet je handen op de vloer. Of op de leuning van de stoel. Blijf hier even staan. Nee, niet opstaan. Even doorgaan. En ik weet dat het pijn doet als we de benen gaan voelen. Blijf strekken. Strek, strek, strek. Ik zie daar nog een linkerknie strekken. Meer, meer, meer. Nog langer. Oké, kom weer met de handen op de vloer. Kijk naar voren. Handen in de zij. Elleboog omhoog. En kom langzaam. Sluit de benen. De lange armen. Zet de stoel even weg. Ik wil dat je je sjaal of je riem even pakt. Hou hem bij de hand. We gaan liggen op de mat of op de vloer. En je maakt je helemaal lang. Je mag je voeten flexen. Tenen wijzen omhoog. En ik heb de achterkant van mijn hand op de vloer met gespreide vingers. Maak je lang. Ik voel elke nagel, mijn duim tot aan mijn pink. Buig ik één been naar mijn borst. Maar de andere been blijf ik strekken. De tenen blijven omhoog. Dan pak ik mijn riem. Of mijn sjaal. Ik doe ondervoet. En ik strek mijn been omhoog. Ik heb nu twee benen gestrekt. Mijn schouders liggen nog op de vloer. Dan kijk naar je knie. Is die gestrekt? Is die hier gebogen? Geef een beetje ruimte. Hè? Je kan hem ook hier strekken. Ik hoop dat je allemaal een sjaal of een riem of iets ergens hebt. Nou, probeer hem 90 graden. Ga niet verder dan 90 graden. Maar vergeet niet je andere been. Been wat op de grond is, is even hard aan het werk. En nu pak je hem zo dicht mogelijk bij je voet neer. Je arm gaat opzij. En je draait je arm opzij. En je been naar de andere kant. Nou, hou die andere kant tegen. Dus ik rol niet mee.
Dus in mijn geval heb ik mijn linkerbeen opzij, mijn rechterbeen is nog op de vloer. Dan wil ik mijn rechterheup ook op de vloer houden. Hou vol. Hou vol. En zijn de knieën nog gestrekt? Wissel. Andere kant. Kan je maar een heel klein stukje. Nou, strek je knie. Strek je knie. Je voelt hem nu in je bilrekken. Strek je knie. Jij ook. Strek je knie. En kijk even naar het andere been. Doet hij nog wat? En kom in het midden. En span even. Maak je weer lang. En voel het verschil tussen twee benen. Oké, dan draag je andere been. Trek hem naar je borst. Pak je ring officieel. Eroverheen. En strek. Been wat op de grond is, werkt dubbel zo hard. Bovenkant dij naar de vloer toe. Strek je been. Schouders breed. Maak de achterkant van je nek lang. Zelfs we niet hier zijn, maar je maakt hem lang. Maak die nek lang. Strek je been. Pak hem in één hand vast, handen opzij. En we gaan naar buiten. We hebben met dit been met één hand naar voren. En we gaan opzij. Dus ik rol niet over, ik werk terug. En strek. En strek. Schouders steeds laag. De achterkant. En breng naar het midden. En wissel hand. En opzet. En strek. Blijf strekken. Strek die knie. Nog meer. Ietsje verder. Nog ietsje verder. Nog ietsje verder. En langzaam terug. En ontspan. Maak je lang. Laag twee benen naar je borst. Pak je buikje in je sjaal op je ring. Twee benen gestrekt. En probeer ze te strekken. En het maakt helemaal niet uit of ze hier zijn, als ze maar gestrekt zijn. Of hier, als ze maar gestrekt zijn. Strek je benen. Strek. Brede schouders. Benen omhoog. Maar je kan nu heel goed je knieën zelf zien. Hè? Check even of ze echt gestrekt zijn. Zijn ze gestrekt? Hou vast. Hou vast. Hou vast. Dan laat je één been naar beneden, je strek je op de vloer en strek je been. Hou vast. Pak één hand vast en draai uit. En strek. En dan is het een sneller tempo. En omhoog. En wissel andere kant. En strek de knieën. Twee knieën gestrekt. Twee. Ook je been op de vloer niet vergeten. En kom weer terug. Je been gaat dit in. En zo. Hou hem even goed zo. En pak hem vast. En naar buiten. Naar buiten. Naar buiten. Hou hem even. Hou hem even. En zo. Wissel je hand. Andere kant op. Strek je knie. Flex je voet. En zo. En zo. En zo. Dus weer buiten, zet je tenen. Strek je knieën. Okay. Strek je benen. Nu heb je nog de kracht van het bandje. Laat hem maar los. Laat hem maar los. Armen naar achter. Flex je benen. Lange rug. Lange rug. Hou vol. Nog vier tellen. Rustig doorademen. Drie tellen. Strek je benen. Twee. En naar je toe. En naar de zijkant. En hou langzaam op. Mogen jullie weer een keer maken zitten zoals we zijn begonnen. Op een kussentje of op de stoel. Nu pak je je sjaal.
schouderbreedte vast. Strek je armen. Dan probeer hem opzij kapot te trekken, niet echt. Maar goed. En kom omhoog. En maak je armen lang. Maak je armen lang. Oké. En leg terug. En probeer je armen achter je hoofd te krijgen, zonder dat je je hoofd naar voren doet. Niet smokkelen. Armen naar achter. Armen naar achter. Armen naar achter. Armen naar achter. Dit kan ook op de stoelen. Armen naar achter. Armen naar achter. En maak je wat breder. Strek. En ga helemaal naar achter. Helemaal naar beneden. Schouders bij elkaar. En weer op. En weer omhoog. En nog één keer naar achter. En weer op. En naar achter. En op. En ontspannen. Ik ga het even omdraaien. Op een duidelijk beeld. Armen gaan opzij. Duimen naar beneden. Rijk naar achter. Handpalmen bij elkaar. Handpalmen bij elkaar. Ik draai ze. En ik probeer ze omhoog. Handpalmen bij elkaar. Wist je niet dat je daar ook nog spieren had? Handpalmen bij elkaar. Druk ze lichtjes tegen elkaar. Ellebogen naar buiten. Zit goed rechtop. Buik in, oksels omhoog, schouders laag. Druk je handen bij elkaar. Haal vol. Haal vol. Haal vol. En langzaam naar beneden. Armen weer omhoog. Pak je ellebogen vast. En rek je ellebogen omhoog. En wissel ellebogen. Armen omhoog. Nou, draai naar de zijkant. Je voorste arm op je knie. Achterste arm naar achter. Blijf naar mij toekijken, maar draai je navel naar achter. Blijf naar mij kijken, maar draai je navel naar achter. Een goede twist. En adem in. En bij de uitademing draai je nog meer. Adem in. En uit nog meer. Totdat je met je lichaam naar kan draaien. En dan kijk je pas achter met je hoofd. En twist, twist, twist. En ontspan. Kom langzaam terug. Arm omhoog. Blijf naar voren kijken. Draai je navel naar de kant toe. Hand op je knie. En achter je vinger op de vloer. Draai je twist met je lichaam. Je hoofd blijft naar voren kijken. Maak je lang adem in. Adem uit en twist. Adem in, adem uit en twist. Adem in, adem uit en twist. Totdat je iets verder kan en dan kijk je naar achter. En langzaam terug. Normaliteit sluit ik altijd af met een ontspanningsoefening. Dat gaan we nu ook doen. Mocht je een muur hebben, dan is het erg prettig om met je billen tegen de muur te gaan liggen. Benen omhoog en ontspannen. Dus ik lig met gestrekte benen, mijn billen leeg, liggen tegen de muur. Benen ontspannen. Heb je die muur niet bij de hand, pak je je stoel. Leg je benen erop. Zodat je kuiten rusten op de stoel. En ga je ontspannen. Je mag je ogen dicht doen. En concentreer op je ademhaling. Je ademt in en uit door de neus. Blijf rustig liggen, verplaats niks meer. En adem in en uit door de neus.
mag je wel dieper in- en uitademen. En vul je hele bovenlichaam met licht. Je onderbuik. Tot aan je sleutelbenen. Doe je nog twee keer diep inademen. En langzaam uitademen. Diep inademen. En langzaam. Mocht je allemaal je benen buigen. En heel langzaam naar de rechterkant rollen. En daar heel even blijven liggen. Ontspan. Druk jezelf met je linkerhand omhoog. En kom weer helemaal rechtop zitten. Namaste. Dank jullie wel voor deze eerste rekken en strekken sessie online bij Happy Bodies. Mochten jullie meer lessen willen, geef het eventjes aan. Als er verzoekjes zijn, geef het ook even aan. En dan wens ik jullie een hele fijne zondag. En blijf gezond.